begon zo. Op het plein voor mijn huis stond een oude vrouw. Zij hield een grote klok in haar armen. Toen ik voorbij liep, vroeg ik: hoe laat is het? Kijk u maar, zei de oude vrouw. Ik keek en zag dat de klok geen wijzers had. Er zijn geen wijzers. De oude vrouw keek op de wijzerplaat en zei: het is 3:15. Bedankt, zei ik. En ging verder. De oude vrouw roept mij nog iets achterna. Maar dat kan mij niet meer schelen. Ik ga een straat in en steek over naar de andere kant. Waar de lentezon aangenaam schijnt. Ik slenter heerlijk rustig, knipperen in mijn ogen. Aan de hoek van de Sadovniastraat ontmoet ik Zakhar Don Mikhailovic. Wij groeten elkaar, maar blijven niet staan. Plotseling valt mij in dat ik vergeten ben de elektrische kachel uit te schakelen. Dat ergert me. Ik keer terug. Zo mooi is de dag begonnen en nu gaat het al mis. Ik ga naar huis en doe mijn Colbert uit. Ik zal niet slapen. Ik zal niet slapen. Ik zal pen en papier pakken. En ik zal schrijven. Ik voel een ongelofelijke kracht in me. Al gisteren heb ik me alles klaargelegd. Een verhaal over een wonderdoener die in onze tijd leeft en die geen wonder doet. Hij weet dat hij een wonderdoener is en dat hij ontelbaar vele wonderen zou kunnen. Maar hij doet het niet.
hij wordt uit zijn woning getrapt en hij weet dat hij alleen maar één vinger zou moeten bewegen om de woning te houden. Maar hij doet het niet. Hij vertrekt onderdanig en gaat in een schuur wonen aan de rand van de stad. Deze schuur zou hij in een mooie villa kunnen omtoveren, maar hij doet het niet. Hij blijft in die schuur wonen en aan het einde sterft hij zonder in het leven een enkel wonder te hebben. Zwaar mijn vader, zwaar uit de baas pakken van lange zielen. Hij denkt dat ik zou niet meer in staat zijn iets aan jou te schrijven. Vlug, aan het werk. Weg met slaap en met luiheid. 18 uur lang zal ik werken. 18 uur lang. En wonderdoener, die twee wonderdoener. Yes, yes, ah! Go, 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 yes, ja, nu, ja, nu, haha, yes, ja! Ha
Nu luistert u even. Waar haalt u het recht vandaan u zich in mijn kamer gemakkelijk te maken en mij ook nog bevelen te geven? Ik wil niet eens knielen. Nog op mijn stoel. Zij slaapt. Zo lijkt het tenminste. Haar hoofd is op de borst gezonken. Haar armen hangen slap naar beneden. Het liefst zou ik de oude pakken en buiten de deur zetten. Luister nu! U bevindt zich in mijn kamer, alsjeblieft. Gaat u. De oude vrouw beweegt niet. Ik buig me over haar heen. En kijk haar in het gezicht. De mond staat half open. En uit de mond hangt verschoven het gebied. De oude is dood. Dood! Waarom sterft zij nu net in mijn kamer? Ik kan lijken niet uitstaan. En nu zit ik in de narigheid met dit kadaver. Ja, spreek de huisbewaarder en met de huisadministratie en verklaar hun hoe je aan deze oude vrouw bent gekomen. Wie gelooft dat? Of is ze toch nog niet dood? Ik raak haar voorhoofd aan. Koud. Haha. Ook. Wat moet ik nou doen? Zit als een zak op mijn stoel. Lijkt net een dode knol. Walgelijk gezicht. Maar met een krant bedekken. Wie weet wat dan onder die krant gaat gebeuren. Achter de muur geluiden. Mijn buurman wordt wakker. Als hij nou ruikt dat in mijn kamer een dode oude vrouw zit. Wat treuzelt hij? Hij had al lang weg moeten zijn. Zachtjes hoor ik zijn petroleumstel sissen. Hij maakt nu pas thee. 8 minuten vergaan en mijn buurman heeft zijn thee steeds nog niet klaar. Het petroleumstel sist. En sist. En sist.
is weg. Ze is weg. Een droom. Nee! God weet. Mij werd duidelijk dat de hele zaak nu sowieso aan de politie zal worden gemeld. En dat die klootzakken van de commissie van onderzoek mij een moord op de hals zullen schuiven. Goed. Goed. De situatie was ernstig. Ik onderzocht haar gezicht. Aan de kin een kleine donkere vlek. Ja, dat geeft u niets in de handen. Wat gebeurt er niet allemaal, ja? Ik besloot naar buiten te gaan. Frisse lucht, iets eten, wordt het hoofd ook al helderder. Ontzettend druk. Dat beviel mij überhaupt. Ik keek zo lelijk mogelijk. De rij werd maar heel langzaam korter. En toen schoot het helemaal niet meer op. Want er was ruzie aan de kassa. Ik deed als had ik niets gemerkt en staarde op de rug van de jonge vrouw voor. Eindelijk draaide ze zich om. Ze had zwart haar en droeg een zwart niets voor u. In de rij staan voor brood. Werkelijk dat u hier in de rij moet staan. U bent vrijgezel, hè? Wacht u maar. Ik breng voor u mee wat u nodig heeft. U kunt ze lang buiten wachten. Wat wilt u hebben? Een donker brood. Het goedkoop. Dat is mooi. Gaat u maar naar buiten. Ik breng het wel mee. Dan verrekenen wij dat later wel. Thank you.
Und sie rauchen Pfeife, wie mir das gefällt. Und holen ihr Brot immer selbst. Nicht nur das Brot, alles. Und wo essen sie zu Mittag? Meistens koche ich mir selbst und manchmal koche ich in einem Bierlokal. Sie mögen Bier. Nein, aber Wodka. Wodka mag ich auch. Sie mögen Wodka? Das ist ja schön. Mit Ihnen würde ich gern mal einen trinken. Ich auch. Ich würde auch gern Wodka mit Ihnen trinken. Verzeihen Sie, darf ich Sie was fragen? Aber bitte, fragen Sie nur, was würden Sie sagen, wenn wir jetzt zu Bier gingen und wenn wir Wodka kaufen würden und zu Bier gingen? Ich hole mich gleich um die Ecke. Einverstanden? Ja, dann kommen Sie. Daarmee is mijn geld op, behalve een paar centen. Wij kletsen de hele tijd over dit en dat en plotseling valt mij in dat in mijn kamer een dode oude vrouw op de grond ligt. Ik kijk naar mijn nieuwe vriendin. Hij staat aan de toonbank en kijkt naar potjes met confituur. Voorzichtig sluip ik naar de deur en ren weg. Tegenover de winkel stopt net een tram. Ik spring in de tram zonder op het nummer te letten. Aan de Sadovjastraat stap ik uit en zie Sakadon Michailovic aan de andere kant. Ik groet hem, maar hij loopt verder. In mijn armen houd ik de fles met de vodka en het brood. Als ik de oude kwijt ben, dan ga ik iedere dag voor de broodwinkel staan en wachten tot de jonge vrouw terugkomt. Feitelijk ben ik haar nog 2,75 voor het brood schuldig. Als de oude al begint te verrotten en Vasiljev haar heeft gevonden. Vasiljev!
Misschien ben ik er vanavond alweer terug.
glaubt es gerade. Der Koffer sonst in mein rechter, sonst in mein linker Hand, komme ich tot bei der Station. Over de straat, zonder in mijn richting te kijken. Ik ren haar achterna, maar de koffer werkt me tegen. Ik steun hem soms met mijn buik, soms met mijn ene of mijn andere bovenbeen. De jonge vrouw loopt vrij vlug. Steegje in en tegen de tijd dat ik de hoek bereik, is zij verdwenen. Vloekt eraf. Terug naar station. Wie zal nou niet geloven dat ik de oude vrouw heb vermoord? Ze pakken me nog vandaag. Hier meteen of straks op het perron bij het station.
gebogen hoofd. De handen op de rug. Het begon zo. Op het plein voor mijn huis stond een oude vrouw. Ze hield een grote klok in haar armen. Toen ik voorbij liep, vroeg ik: hoe laat is het? Kijk die maar, zei de oude vrouw. Ik keek en ik
zag dat de klok geen wijzers had. Er zijn geen wijzers. De oude vrouw keek op de wijzerplaat en zei, het is 3:15. Oh, bedankt, zei ik. En ging verder. De oude vrouw roept mij iets achterna, maar het kan mij niet meer schelen. Ik ga een straat in en steek over naar de andere kant, waar de lentezon aangenaam schijnt. Aan de hoek van de Sadovia-straat ontmoet ik Saker Don Michailovic. Wij groeten elkaar, maar blijven niet staan. Plotseling valt mij in dat ik vergeten ben de elektrische kachel uit te schakelen. Dat ergert me. Ik keer terug. Zo mooi is de dag begonnen. En nu gaat het al mis. Ik had niet eens naar buiten moeten gaan. Ik zou niet slapen. Ik zou pen en papier pakken en ik zou schrijven. Ik voel een ongelofelijke kracht in me. Al gisteren heb ik me alles klaargelegd. Een verhaal over een wonderdoener.
die in onze tijd leeft en die geen wonderen doet. Hij weet dat hij een wonderdoener is en dat hij ontelbaar vele wonderen zou kunnen doen. Maar hij doet het niet. Hij wordt uit zijn woning getrapt en hij weet dat hij alleen maar één vinger zou moeten bewegen om de woning te houden. Maar hij doet het niet. Hij vertrekt onderdanig en gaat in een schuur wonen aan de rand van de stad. Deze schuur zou hij in een mooie villa van ontoveren. Maar hij doet het niet. Hij blijft in die schuur wonen en sterft aan het einde, zonder in het leven een enkel wonder te hebben gedaan. Sakadon Michailovic zal aan een kaas spatten voor seine Wiel. Hij denkt nog, ik zal niet meer in staat zijn iets ten jaars te schrijven. Lucht aan het werk! Met slaap en werk met lullen! 18 uur lang zal ik werken! 18 uur lang! Een verhaal voor een wonderdoener! Die geen wonderdoener! Thank you.
Wie ist er? En zak op mijn stoel. Stond tegen mij.
leek net een dode klauw, walgelijk gezicht. Maar met een grasbedekking, wie weet wat dan onder die grond gaat gebeuren. Mijn buurman wordt wakker. Als hij nou ruikt dat in mijn kamer een dode oude vrouw zit. Wat trouwens, hij had al lang weg moeten zijn. Zachtjes hoor ik zijn petroleumstel sissen. Hij maakt nu pastel. 8 minuten vergaan en mijn buurman heeft zijn thee steeds nog niet klaar. Het petroleumstel sist en sist en sist. Mij werd duidelijk dat de hele zaak nu sowieso aan de politie
zou worden gemeld. En dat die klootzakken van de commissie van onderzoek mij een moord op de hals zullen schuiven. Goed. De situatie was ernstig en ja, ik onderzocht haar gezicht aan de kin, een kleine donkere plek. Ja. Dat geeft u niets in de handen. Wat gebeurt er niet allemaal? Het zou toch kunnen dat ze zich toen zij nog leefde aan iets heeft gestoten. Ik besloot naar buiten te gaan. Frisse lucht. Iets eten. En dan wordt het hoofd ook al helderder. Draaide ze zich om. Zij had zwart haar. En droeg een zwart topje. Weet je niet wat daar aan de hand is? Kunt u niet even daar naartoe gaan en kijken wat er gebeurt? Dat interesseert u niet. U wordt toch zelf breng voor u mee wat u nodig heeft. Gaat u maar naar buiten. Wat wilt u hebben? Een hanker brood. Het goedkoop. Dat is mooi. Ja, gaat u maar gerust naar buiten. Ik breng het wel mee. Dan verrekenen wij dat later wel.
Glas gefüllt. Und holen wir Brot also immer selbst? Nicht nur das Brot. Alles. Und wo essen Sie zu Mittag? Meistens koche ich mir selbst. Und manchmal esse ich in einem Bierlokal. Bier? Nein, aber Wodka. Wodka mag ich auch. Sie mögen Wodka. Das ist so schön. Mit Ihnen würde ich gern mal einen trinken. Ich auch. Ich würde auch gern Wodka mit Ihnen trinken. Verzeihen Sie, darf ich Sie das fragen? Aber bitte, fragen Sie nur, was würden Sie sagen, wenn wir uns jetzt Wodka holen und zu Bier gehen? Ich wohne gleich um die Ecke. Einverstanden? Ja? Ja, dann kommen Sie. Daarmee is mijn geld op, behalve een paar centen. Wij kletsen de hele tijd over dit en dat. En plotseling valt mij in dat in mijn kamer een dode oude vrouw ligt. Ik kijk naar mijn nieuwe vriendin. Zij staat aan de toonbank en kijkt naar potjes met confituur. Voorzichtig sluip ik naar de deur en ren weg. Tegenover de winkel stopt net een tram. Ik spring in de tram zonder op het nummer te letten. Aan de Sadovjastraat stap ik uit en zie Sakardon Michailovic aan de andere kant. Ik groet hem, maar hij blijft niet staan. In mijn armen houd ik de fles met vodka en het brood. Iedere dag voor de broodwinkel staan en wacht tot de jonge vrouw terugkomt. Feitelijk ben ik haar nog 2,75 voor het brood schuldig. Als de oude al begint te verrotten. En Vasiljev heeft gevonden. Vasiljev!
ligt op de grond. De oude vrouw ligt op de grond met het gezicht naar beneden. Zij beweegt niet. Zij beweegt niet. Plots schiet mij een plan binnen. Hoe moordenaars gewoonlijk in krimis of in krantennieuws handelen. De oude in een koffer pakken, uit de stad brengen en in een moeras laten zinken. Mijn koffer is onder de bank, ik trek me onderuit en pak de oude zo snel ik kan in de koffer. Ik sluit de deksel, til de koffer op. Het ligt daar als verwacht. Plotseling krijg ik het gevoel alsof Vasiljev al de hele tijd aan mijn kamerdeur staat en luistert. Ik ga naar de deur en trek hem open. Naar mijn tante. Wat heeft u daar? Niets, alleen was. Kom uw vrouw terug. Ja, ik ga alleen naar mijn tante. Was afgeven. Misschien ben ik er vanavond alweer terug. In mijn rechterhand, soms in mijn linker, kom ik tot bij het station. Plots zie ik mijn jonge vrouw. Ze loopt over de straat zonder in mijn richting te kijken. Ik ren haar achterna, maar de koffer bergt me tegen. Soms met mijn buik, soms met mijn ene of mijn andere bovenbeen. De jonge vrouw loopt vrij vlug en ik merk dat ik haar niet kan inhalen. Ze gaat een steegje in. Terug naar station.
weg. Ze kraken me nog vandaag. Hier meteen. Of straks op het perron bij het station. Met gebogen hoofd. De handen op de rug. Het zou een troon zijn, dat is heel erg.